Welkom allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe FIFA carrière aflevering van mijn zoon Bo Junior. Hij is ondertussen gestopt bij Ajax. Niet omdat hij daar heel graag weg wou, nou ja, vooral omdat Liverpool een ziek bedrag bood. Ja, volgens mij eigenlijk 280 miljoen of zo. Maar het is nu voorbij de Ajax periode, want we zijn nu bij Liverpool. Bo Junior is Liverpool gejoined. Ja, ik ben echt super benieuwd of we de Champions League kunnen gaan winnen. Zou ziek zijn als dat gaat lukken. En misschien ook de Premier League, gaat allemaal heel spannend worden. En in deze aflevering gaan we dus de eerste wedstrijden spelen voor Liverpool. Tegen wie moeten we? Oh, de eerste maand moeten we tegen helemaal niemand. Maar daarna moeten we tegen West Ham United, Cardiff en dan moeten we tegen Aston Villa. Ik ben super benieuwd hoe die wedstrijden hier gaan spelen. En we gaan ook nog even kijken zometeen naar het team waar ik in zit. Want we hebben echt vet veel goede teamgenoten. Dat is echt niet normaal. Maar voordat we gaan beginnen, doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes zou super tof zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van deze serie en mijn andere voetbalgerelateerde video's. En dan check natuurlijk Bouws uit mijn kleding. Op Bouws.nl. Maar nu even naar wat comments. Deze comment was van Youssef, die zei dit. Hey Joran, thanks voor deze awesome serie. Ik ben net van school gekomen en ik ben heel blij omdat je hebt gepost. Youssef, thanks man. Wordt gewaardeerd, die leuke comments. Dus ik dacht, ik stop hem gewoon even in deze video. En nog een van Hannelore, die had een leuke celebration. Namelijk, als je een doelpunt hebt gemaakt, moet je R2 en twee keer rondje doen. Voor de rest, helemaal niks. Groetjes, Colin. Ik ga het proberen. Dus als ik score, R2 en twee keer rondje. Dat wordt mijn eerste celebration dan bij Liverpool. En nog één laatste comment. Deze was van Ronnie. Die zei dit. Je wordt 95 als je je snelheid best laag doet. En dat verdeelt over fysiek en schieten. Ik persoonlijk dacht dat 94 het hoogste beoordeling was wat je kon krijgen. Maar we gaan het toch even proberen. Als Ronnie zegt dat het mogelijk zou kunnen zijn om 95 gereden te worden. Dat we bijvoorbeeld die punten van snelheid moeten inzetten op niet snelheid, maar op fysiek. En schieten. Dan gaan we het gewoon even proberen. Alleen weet ik niet of dat heel handig is. Welke beoordeling zijn we nu trouwens met snelheid eraf? Daar ben ik even benieuwd naar. We zijn nu 92. Maar ja, weet je, ik kan het wel doen. Maar ik weet niet of dat heel chill is. Maar we kunnen het sowieso even proberen. Ik zal het gewoon allemaal eventjes gaan inzetten. Hier bijvoorbeeld op kracht zetten we gewoon alles in. En dan ben ik benieuwd of we dan inderdaad zo meteen een beoordeling omhoog zijn gegaan. Oh, ik heb nu nog eentje over. Maar welke beoordeling zijn we nu? We gaan het gewoon even checken voor de zekerheid. Even kijken. Ah, nee, sowieso niet. Nee, dit gaat niet helpen. Ik ga het snel weer terugzetten op snelheid. Ik denk persoonlijk dat 94 echt het hoogste is wat je kan halen. Volgens mij kan je helemaal geen 95 worden. Ik ga trouwens nu wel weer even trainen, want ik sta nog maar net in de basiself. En ik wil natuurlijk wel de eerste wedstrijden gaan spelen. Dus ik ga gewoon elke keer als ik kan trainen even trainen, zodat we gewoon mooi in de basiself komen te staan. En dat was trouwens wel heel balen, want de vorige aflevering raakte ik geblesseerd. Dus ik heb de laatste 7 wedstrijden bij Ajax gewoon niet kunnen voetballen. En dat is wel echt heel erg shit. Oh ja, ik zou nog even kijken naar het team van Liverpool op dit moment. Ik heb concurrentie van Bejeder, maar die is 83 rated, dus die is wel iets minder goed. We hebben Salah 89 en Mané 89. Dat is echt ziek, jongen. En dan ook nog Jota 85. Die hebben we dus aan de buitenkanten. Middenveld dikke prima 85. We hebben Fabinho 88. Alexander Arnold 91. Virgil van Dijk 89. Dat is echt ziek, jongen. Ook Kim Beppe, die speelt dus ook bij Liverpool. Dan heb je nog Robertson. En dan heb je vervolgens Allison op goal. Insane wat een team. Gewoon elke positie is benut door een ziek goede speler. Dus als we nu geen kampioen kunnen worden of de Champions League kunnen winnen, dan weet ik het ook niet meer. Maar ik ga even alles simuleren totdat... Oh, dit is heel irritant. Oh, de vorige sessie laden. Oh ja, dat kan wel gewoon. Maar ik zie jullie op het moment dat we de eerste wedstrijd gaan spelen. Dus tot dan. Ja hoor, hier is de eerste wedstrijd tegen West Ham United. Daar moeten we tegen gaan spelen. Trouwens staan de Champions League wedstrijden er ook al tussen. Want ik ging vorige keer een beetje kijken. Maar ik zie helemaal geen Champions League, geen bekerwedstrijden of iets dergelijks. Dus misschien moet dat dan nog gaan komen of zo. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ik neem aan dat Liverpool wel gekwalificeerd is voor de Champions League. Want ze zijn namelijk kampioen geworden in de vorige competitie. Of in ieder geval vorig jaar toen ik nog niet meespeelde. Had ik even gecheckt. Dus ik ga er wel vandaan. Maar check wat een team. Oh, Kroos speelt er ook gewoon. Dit is echt insane wat een team Liverpool heeft. Oh, yo. Als we geen kampioen kunnen worden, dan weet ik het niet meer. Ik denk dat dit wel echt een van de beste teams is van Europa. Ja, sowieso is Liverpool een van de beste
teams. Maar misschien samen met City en PSG is dit sowieso wel een van de beste teams. Maar ik vind het ook nice met Virgil van Dijk en Salah. Nee, dat zijn zulke goede spelers. Dus dat heeft mijn zoon Boos Junior toch even goed gedaan. Want dat was eigenlijk ook mijn doel om uiteindelijk bij de Europese top te komen. En daarmee dan vervolgens de Champions League te gaan winnen. Dus we hebben de Europese top nu gehaald. Nu alleen nog de Champions League winnen. Dat moet gebeuren. En als het goed is, hebben we aan het eind van dit seizoen ook nog het EK met het Nederlands elftal. Zou leuk zijn als we daar dan misschien ook nog kampioen kunnen gaan worden. Dan hebben we echt een gigantisch goed jaar. Maar ja, dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe goed wij het gaan doen in dit seizoen. Dat was echt een paas van helemaal niks. Nee, dat was een beetje een rare paas. Maar ik laat gewoon lekker de hoofdpunten zien, net zoals altijd. Ja, dankjewel. En dan kan Boos Junior nu al schieten. En dat is al zijn eerste goal. Echt twee en twee keer rondje was het toch? Voor jou! Ziek! Oké, ja, dat was inderdaad en twee keer rondje. Voor jou, dat was een lijpe celebration. Oké, maar dit is heel mooi. Gewoon meteen in de eerste wedstrijd, eerste kans, meteen een goal. Kijk, Boos Junior, jongen. Is on fire. Gewoon meteen bij Liverpool's eerste kant. Oké, we moeten even doorgaan. Het zou helemaal mooi zijn namelijk als we gewoon een hat-trick kunnen scoren in deze wedstrijd. Oh, Boos Junior, gaat hij ook nog een assist leveren? Ja hoor! Kijk, ik heb nu eindelijk teamgenoten die gewoon ziek goed zijn en die zelf ook allemaal een bal kunnen afmaken. Nu scoorde Kroos deze. Ik weet niet, ik kan me helemaal niet herinneren toen ik net keek bij het team van Liverpool dat Kroos ertussen stond. Maar misschien is hij in de tussentijd gekocht. Dat zou natuurlijk best wel kunnen. Nou, dan heeft Liverpool ondertussen nog een beter team. Als het al niet goed was, dan is het gewoon nog beter geworden. Maar 2-0 voor in 22 minuten tijd. Kijk, dit zijn de wedstrijden die je wil hebben. Maar we hebben natuurlijk ook vet veel toppers ertussen, tussen deze competitie. Als we bijvoorbeeld tegen City moeten, Chelsea, Arsenal. Dat zijn natuurlijk wel teams die nog net iets beter zijn dan West Ham. Terug van een blessure, Boos Junior. Ja, dat is inderdaad het geval. Volgens mij is dit inderdaad de eerste wedstrijd dat ik terug ben van mijn blessure. Ondertussen hebben we trouwens alweer een kans. Ik ga het gewoon proberen met links mijn slechte been of de slechte been van mijn zoon. Oké, ik doe nog een keer de celebration. Ik vond die net wel echt heel cool. Of, huh? Ik deed net een andere celebration. Dat ik echt op de grond viel of zo. Maar deze was ook wel ziek. Was deze dan echt twee en twee keer rondje? Ik weet niet helemaal zeker. Als ik nog één keer score, doe ik het gewoon nog een keer. En dan weet ik zeker welke celebration het is. Maar oh, deze was ook wel heel cool. En goed binnengeschoten. Dus dat is mooi. Nog één goal en we hebben gewoon in de eerste wedstrijd een hat-trick te pakken. Oké, dit kan misschien de hat-trick worden. Alleen heb ik niet zo heel veel ruimte. Maar het zou kunnen. Ah, ik paas hem wel door. Misschien dat het dan nu toch nog iets kan worden. Dank u wel voor de bal. Het schot. Ah, die wordt helaas net geblokt. Oké, we blijven doorstrijden. Ik wil echt kijken of ik die hat-trick kan maken. Dat zou toch een gigantisch goed debuut zijn. Gewoon meteen bam, een hat-trick. Trouwens, het is nu al een goed debuut. Want ik heb twee goals en een assist. Dus het is al ziek, maar het zou nog zieker kunnen worden. Laten we daarop houden. Paast u maar naar het midden. Of doen we maar zelf. Ja, dat is ook goed. Oké. Geen goal voor mij, maar we staan 4-0 voor. Jongen, dit is echt niet normaal hoe Chill Liverpool speelt. Gewoon mijn teammates zijn ook zo enorm goed dat ze ook gewoon zelf kans creëren, zelf gaan scoren. Kijk, dit had, nou ja, Ajax niets ten nadeel van het delen van Ajax. Maar dit hadden de spelers bij Ajax niet gedaan. Ook al zijn die ook al heel goed. Maar ja, natuurlijk niet zoals Salah, Mané en al die spelers die bij Liverpool nu momenteel spelen. Dit is echt insane. Wat? No way! Oké, ik heb weer niet gescoord. Maar dit is echt insane. Oké, dit is echt niet normaal. Moet je zo meteen de herhaling zien van dit schot. Kroos met een gigantisch mooie goal. En Boos Junior, die staat er ook gewoon mooi tussen. Hij wordt helemaal geplet door Kroos. Maar dit is echt wel heel erg lijp. Moet je opletten. Hier gewoon van afstand. Ik had echt niet verwacht dat hij vanaf hier ook zou gaan schieten. Maar gewoon volgens mij met zijn slechte been knoeihard in de kruising gewoon. Oh, we hebben veel ruimte. Ik heb alleen nog één iemand voor me. Als ik die weet uit te kappen, dan heb ik alleen de keeper nog voor me. En die heb ik nu. En ik score. Oh nee, ja, Boos Junior scoort. Oké, nog een keer de celebration. Wat doet hij? En hij doet nu een gewone salto. Net deed hij een soort van flip. En daarna deed hij... Hij heeft nu drie keer een andere soort celebration gedaan. Maar ik vond hem op zich wel weer nice. Oké, ik weet nu nog steeds niet wel welke celebration nou precies hoort bij R2 en twee keer rondje. Maar we proberen het zo meteen nog een keer. Maar de hat-trick is te pakken. De eerste wedstrijd. De tegenstander helemaal kapot spelen. Wat heerlijk. Af en toe heb je ook in de Premier League inderdaad van dit soort wedstrijden. Als Liverpool echt op dreef is. Of City heeft dat
af en toe ook dat ze gewoon de tegenstander helemaal kapot spelen. Nou, dit is ook zo'n wedstrijd. Nog één laatste corner en dan is de wedstrijd voorbij. Gaan we nog scoren? Denk het niet, ja. Want Bouws Junior is niet heel groot meer. En dan kan duels winnen. Dat is echt een no-go. Dat gaat echt niet lukken. Maar we hebben 6-0 gewonnen. 3 keer gescoord en assist. En Bouws Junior mag in zijn eerste wedstrijd de voetbal mee naar huis. Want joh, wat heerlijk, wat heerlijk, wat heerlijk. Oké, we gaan gewoon lekker door. We houden in de tempo erin. Want als we zo door kunnen blijven gaan, kan dit echt een top aflevering worden. Als we gewoon elke wedstrijd zo spelen, dan zijn we ook gewoon meteen topscorer van de Premier League. Dan hebben we echt een gigantisch goed begin bij Liverpool. Maar ik sta nu mooi in de basis, want we hebben alle opdrachten gehad. Dus dat is wel erg lekker. Dus dan hoeven we ons daar voorlopig geen zorgen meer om te maken. Stel, ik had nu heel slecht gespeeld en ik had geen één opdracht voltooid. Ja, kijk, dan kan je weer een keertje op de bank belanden. Maar ja, dat zal nu niet gebeuren. Nieuw Bouws Junior laat zich gelden. Jazeker, jazeker, jazeker. Maar laten we doorgaan naar de volgende wedstrijd. En wat Bouws Junior maakt het waar. Alleen maar nieuws over Bouws Junior. Hier nog een keer Bouws Junior. Oh, dat was het nieuws over de Champions League. Misschien is het nu dan zeker dat de Champions... Hoezo staat er nu iemand anders bij mij? Oh, bij het nieuws stond net iets over Bouws Junior, maar er stond iemand anders erbij. Maar we gaan even kijken, want ik zag wat nieuws over de Champions League. Is het al bekend wanneer we Champions League moeten gaan spelen? Of nog steeds niet? Ik zie nog steeds geen Champions League ertussen staan. Of misschien zijn nu momenteel nog de voorrondes bezig van de Champions League en dat we daar dan even op moeten wachten. Ik denk dat dat het geval is. Maar Aston Villa en Tottenham, die hebben ook beide wedstrijden gewonnen. We kunnen even kijken trouwens wat de andere topclubs hebben gedaan. Ik zie dat Chelsea ook de eerste wedstrijd heeft gewonnen. En United en City hebben gelijk gespeeld. En Arsenal die heeft gewoon verloren meteen de eerste wedstrijd. Maar ja, het is nu natuurlijk nog moeilijk zeggen over welk team mijn concurrent gaat worden en of ze uiteindelijk heel goed gaan spelen. Dat is natuurlijk pas aan verderop in de competitie. Dat pas kan je het zien. Maar laten we nu maar de volgende wedstrijd gaan spelen. Nou, dan ben ik benieuwd of we tegen Cardiff ook zo iedereen kapot kunnen maken. De eerste kans! Dat scheelde niet veel. Oké, de keeper hier had hem wel. De vorige keeper die had zo'n bal niet gehad. In ieder geval tegen West Ham liet hij echt alles door. Maar oké, we hebben een corner. En komt die bal erin? Nee, maar Virgil van Dijk heeft de bal. Dankjewel, dankjewel. Eigenlijk moet ik nu gaan scoren. Dan heeft Van Dijk een assist. Maar helaas vliegt hij er niet in. Mijn afstandsschoten zijn zo ontiegelijk goed. Dat is echt niet normaal. Echt die 94 Bouws Junior. Het speelt echt als een raket. Wat speelt dit overheerlijk. En hier hebben we alweer de volgende kant. Oh nee, toch niet. Nou, we zetten weer goed druk op onze tegenstanders. Ze kunnen echt geen kant op. Oh, Bouws Junior met een heerlijke actie. En een geweldige goal. Heerlijk. Oh, deze was echt heel nice. Ik doe nu weer R2 met rondje rondje. En nu doet hij dit. Ik heb nu geen idee welke celebration nou R2 met rondje rondje. Ik weet het denk ik al. Volgens mij is dat gewoon een random celebration. Zou dat het zijn dat het gewoon een random celebration is? Maar dit was wel een overheerlijke goal. Gewoon 4 goals in de eerste 2 wedstrijden al. Oh, dit is echt niet meer. Het komt ook precies nu net in beeld. 4 doelpunten in 2 wedstrijden. Nou, hier de volgende kans. Ja, Bouws Junior is zo ontiegelijk snel. Dat slaat helemaal nergens op. Kijk, ze kunnen gewoon niet die bal afpakken. Gewoon lekker dribbelen en nu geplaatst schot. En ik dacht heel even dat hij erin vloog. Maar helaas net niet. Dat was wel echt een heerlijke aanval weer. Oh, het scheelde uiteindelijk nog meer dan dat ik dacht. Ik dacht dat het echt net naast ging. Het was nog iets meer dan net naast. Oké, nou, laatste aanval. Was dat buitenspel? Ah, shit, dat was dan net buitenspel. Ja, laatste aanval van de eerste helft. Want ik weet zeker dat de scheidsrechter nu gaat affluiten. Oké, Cardiff doet het toch wel even een stuk beter dan West Ham. Die stond echt gewoon in de eerste helft volgens mij al 3-4-0 achter. Ja, dat is nu wel een stukje minder. Maar ik sta wel 9,2 als cijfer tot nu toe. Dus in dat opzicht doen we het wel goed. Ja, nu fluit hij af voor rust. Het was al lang rust, jongen. De scheidsrechter deed er veel te lang over. Maar, prima wedstrijd weer. Het zou alleen mooi zijn als we nu nog even daadwerkelijk nog een goal kunnen scoren. Gewoon even zorgen dat we dik eerste staan qua de topscorerlijst. Ga ik trouwens zo meteen ook nog even naar kijken. Gewoon even checken of we inderdaad dik eerste staan qua topscorer. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, de wedstrijd valt uiteindelijk toch nog best wel een beetje tegen. We staan nog steeds maar 1-0 voor. We hebben wel kans gehad. Meer dan Cardiff. Die heeft bijna geen één kans gehad. Maar alsnog weten ze toch wel die 1 vast te houden of zo. Kijk, het is toch gevaarlijk. Want als ze 1 keer scoren, dan staat het alweer gelijk. En het zou super dom zijn als we op dit soort momenten punten gaan verspillen. Dat mag gewoon echt niet gaan gebeuren. Dus hopelijk kunnen we nu nog even de 2-0 maken snel. Dat zal wel lekker zijn. Hier, come on. Hij komt er net niet langs. We hebben in ieder geval een inworp. 83ste minuut.
En als het trouwens 1-0 blijft, vind ik het ook prima. Maar 2-0, dat is net wat lekkerder of zo. Oké, hier. Tikkie tussendoor. En schot. Oh, ik kom er net niet bij. Oh, de rebound ook niet. Oh, dat was bijna een goal. Nou, dit wordt echt de allerlaatste kans hier. Tikkie en salah. En dat is hem. Hoppatee. Oké, ik scoor zelf niet. Maar we hebben dan toch even 2-0 voorsprong te pakken. Dus dat is wel heel mooi. Een nieuw gouden duo is geboren. Salah en Joran Bouws Junior. Dit deed hij toch wel even lekker. En trouwens ook goed binnengeschoten. Kijk, als je zo'n bal klaarlegt voor Salah, weet je ook gewoon bijna zeker dat hij zit. Jurgen Klopp, heb ik je trots gemaakt, jongen? Of nou ja, heeft mijn zoon Bouws Junior jou trots gemaakt? Ik vind dat ook echt de basistrainer. Maar 2-0 gewonnen, dus dat is top. Dan denk ik dat we nog steeds wel eerste staan. Want ik kan me niet voorstellen dat er een andere ploeg is geweest die al meer heeft gescoord dan wat wij nu hebben gedaan. En dan gaan we natuurlijk ook even kijken bij de topscorerlijst. Maar welk team heeft nog meer 2 keer gewonnen? Chelsea heeft ook 2 keer gewonnen. En dan Aston Villa en Burnley, die heeft ook 2 keer gewonnen. Voor de rest heeft Manchester City al 2 punten verspeeld. Dus dat is wel erg lekker. Maar ik ga even de tijd vooruit zetten. En dan gaan we even kijken naar de topscorerlijst. Oh, ik moest tegen Aston Villa. Die staat 2e. Dus nu al een topwedstrijd. Alleen denk ik wel verderop in het seizoen dat Aston Villa echt niet 2e zal blijven staan. Dan zal waarschijnlijk City of Chelsea daar staan. Ja, het lijkt me heel sterk dat ze zo hoog blijven staan. Oh, we hebben Interlands. Oké. Okay. Check hoeveel spelers gewoon Interlands hebben bij Liverpool. Dat is niet normaal. Bijna gewoon het hele team. Dat is echt bizar. Oké, dan gaan we even kijken welke wedstrijden we hebben voor het Nederlands elftal. En natuurlijk even kijken naar de topscorerlijst. Oh, de Champions League wedstrijden staan er trouwens ondertussen tussen. Maar we moeten tegen Zweden voor EK-kwalificatie. Oké, dan is dat duidelijk. En we moeten dus tegen Borussia Dortmund. We zitten bij de Zagreb zitten we in. En tegen PSV. Haha, lol. We zitten ook bij PSV in de groep. Oké, nou, dat is niet een hele moeilijke groep. Dus die groep moeten we wel door kunnen komen. Oh ja, we gaan even kijken bij de topscorerlijst. We staan eerste, was ook te verwachten. Kroos staat 2e. Maar het zou mooi zijn als we gewoon nog even een paar keer kunnen scoren. Gewoon zorgen dat we blijven scoren. En dat we echt gewoon dik eerste worden uiteindelijk qua topscorerlijst. Maar laten we de laatste wedstrijd van deze aflevering maar gaan spelen tegen Aston Villa. En dit is de eerste officiële wedstrijd voor Bouws Junior in Anfield. Natuurlijk de stadion van Liverpool. Want die vorige 2 wedstrijden waren uit. Dus nu moet ik echt even gaan shinen. Niet dat ik dat de vorige 2 wedstrijden niet deed. Maar voor het thuispubliek moet dat natuurlijk ook even gaat gebeuren. Dit was trouwens niet een hele beste paas. Oh, we hebben nu ruimte. We hebben nu ruimte. Ik zou even meegeven op Mané. Ga ik even terug naar het midden. En dan wil ik die bal eigenlijk terug. Hier, paas mij, jongen. Ja, dankjewel. Alleen heb ik nog steeds niet heel veel aan deze ruimte. Dus we moeten de bal weer even doorgeven. En oh, dat was hem bijna. Hier, paas maar. Dankjewel. En het schot. Ah, win het niet. Of is het een panel? Wat is er? Of is het een overtreding? Oh, het is een overtreding van Kroos volgens mij. Of was het nu buitenspel? Oh, het was buitenspel. Ik had echt geen idee wat er gebeurde. Maar dat was wel weer een redelijke kans. Nou, het shinen in deze wedstrijd gaat nog wat minder goed dan verwacht. En dit was ook een grote kans. En Alisson Becker met een goede redding. Maar het gaat nog niet super of zo. Het gaat een beetje op en neer. We hebben wel wat kansen gehad. En we hadden al wel kunnen scoren. Maar het is niet dat we echt Aston Villa van de mat afspelen. Nee, dat is serieus gewoon niet. En kijk, ze komen er zelf nog wel redelijk door. Dit was uiteindelijk geen goal. Maar het kan ook gewoon nog fout gaan. Hè. Het moet wel even goed komen. We moeten even zorgen dat we snel gaan scoren in de tweede helft. Nou, het is ondertussen al de 70ste minuut. We zijn nog steeds niet tot scoren toegekomen. Alleen hebben we nu wel redelijk wat ruimte. Paasje op Mané. Nou, dit kan misschien nu wat worden. Echt net op het moment dat ik begin met praten, hebben we in één keer redelijk wat ruimte. Oké, dat was wel een vieze overtreding. Dat wordt sowieso een gele kaart. Rood zelfs! Sanchez, die krijgt rood. Lol, speelt hij daar nu? Oké, lol. Maar dat betekent dat we echt een vrije trap hebben vanaf een zieke plek. Oké, wie neemt hem? Nee, dit is geen Salah die hem neemt. Wie neemt hem wel? Ik heb geen idee. Dat was best wel slecht ingeschoten. No! Zo'n mooie plek. En dan op die manier het uitspelen. Maar door die rode kaart kunnen we hopelijk nog wel even scoren. Dit moet haast wel. Want ze spelen nu natuurlijk met de verdediger minder. Afkappen. Nou, ik paas hem gewoon. Want we moeten gewoon even scoren. En de tweede rebound zit er wel in. Maar nee, die scoort. Eindelijk. Oké, de laatste paar minuten scoren we dan nog de 1-0. Ja, niet de voorsprong. Ik kom af en toe echt niet goed uit mijn woorden deze aflevering. Maar in ieder geval mooi dat we nu 1-0 voor staan.
Nou, de wedstrijd is afgelopen. Uiteindelijk is het 1-0 geworden. Maar ja, we zijn hier wel vrij goed weggekomen. Nog een rode kaart. En daarna, omdat ze eigenlijk met de man minder speelden, hebben we nog weten te scoren. Uiteindelijk had ik nog best wel wat kansen. Dit was aan het begin van de wedstrijd. Maar die mochten er helaas niet in gaan. Dus ik heb niet kunnen schitteren voor eigen publiek. Dat is wel jammer. Maar we hebben in ieder geval de 3 punten. En dat is voor nu het belangrijkste. Want we willen natuurlijk kampioen worden. En dan moet je ook dit soort wedstrijden winnen. Die gewoon net iets minder lekker gaan. Dan zijn die 3 punten gewoon het belangrijkste. Ik zag trouwens dat Chelsea ook heeft gewonnen. Dus dat is natuurlijk een concurrent. En ik ben benieuwd of City ook heeft gewonnen. Dat kunnen we zo meteen natuurlijk al zien. Ja, wij staan dus eerste. Chelsea is het enige andere team die dus nu ook 3 keer heeft gewonnen. Manchester City staat er niet eens tussen. Die staan hier gewoon 9e. Dat is, die moeten nog een wedstrijd spelen. Oké, dat verklaart al een hoop. Maar Chelsea, City, dat worden sowieso mijn concurrenten. Tottenham, die staat ook 3e. Dus die doet het op zich ook wel prima. Maar een goede eerste aflevering. Dat is zeker waar. In ieder geval bij Liverpool. Want we hebben alle 3 de wedstrijden gewonnen. Dat is het belangrijkste. Maar meer wedstrijden zien jullie in de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor bouwzuimkleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!